daar juist overlopen. Bart, jij mag eigenlijk bekendmaken wat de eindstand is. Dus op de vierde plaats hebben we Vida Xekos bijna, Shana, Vicky, Sophie en Nielsen. Een dik applaus. Dik applausje, dik applaus. Mooi gedaan, mooi gedaan. En dan komen we aan het podium. Op de derde plaats, Peter. Ja, ik had gedacht dat het overleef zijn. Hoe krijgt hij speciaal dat? Dus kijk ook nog een cadeautje. Oh, oh, oh. Begint een beetje op te vallen, zeg. En die scheidsrechter, die laat dat allemaal gebeuren. Ah, was dat een kuikentje? Ah, de leeuw, de leeuw. De grote, de kleine leeuw. Die heet dat juist niet, chuto. Is dat voor de... Voor de tweede plaats? Ja, maar hier nog eentje, hè, nog eentje. Hè. Goed, dat is geen leven, Marke. Nee, dat is een leuk figuurtje. Allee, die we samen herstellen hebben. Onderaan een halve chocoladebal. Een schoentje, een voetballetje. En ja, geen en rood en zwart is de kleur van België. Dus de tweede plaats, Sirken. Veel dingetjes die jullie gebruikt hebben, die komen er ook in voor. Een dikke proficiat. De mensen die met eliminatie werken, die weten eigenlijk hoe er heeft gewonnen. En die krijgen een theetabel. Oeh, dat moeten we nog maken, denk ik. Er moet er eentje de beste zijn voor ons. Nee, dat vond ik zeker, zie je dit? Maar geen gebuis, dus. Geen gebuis, nee. Bart, le moment suprême. De winnaar van vanavond. Eerlijk zijn geen verliezers, maar kan u meer sprookjes. Ja. Gefeliciteerd. Voilà, komt van jouw linkerkant. Hopelijk is de auto groot genoeg. Ja, voilà. Heb jij dat van, Christophe? Alleen misschien nog een applausje voor Christophe. Hij heeft het gemaakt en hij werkt hier al 22 jaar, jongens. 22. En hij is 28, dus hij is al van zijn 6 jaar geworden.